Ex-president Desi Bouterse vraagt zich af waarom de autoriteiten de gestolen wapens nog niet hebben teruggehaald. In juni werd bekend dat er wapens en munitie die waren opgeslagen bij Bouterse thuis waren ontvreemd. Sindsdien zijn tijdens het onderzoek diverse personen aangehouden en is ook het voormalig staatshoofd opgebracht voor politieverhoor. Bouterse, die eerder te kennen gaf het vermoeden te hebben dat zijn kleinzoon Walter de diefstal zou hebben gepleegd, zei vandaag op een persconferentie dat de autoriteiten precies weten waar ze de wapens moeten zoeken. One loss a probleem. Men wil in de oplossing van het probleem, wil men doen geloven alsof wij, dat zeg ik, Bouterse komt zoiets, lees in een groter praatje NDP, betrokken zou zijn. Wanneer zij die de wapens hebben, zeggen, doorgeven. Wij kunnen organiseren dat u de wapens terugkrijgt. Hoe kan het dat tot nu toe, men geen pogingen heeft ondernomen om de wapens uit het veld te halen en terug te brengen naar waar het hoort, bij het leger. Erger nog, ik zeg u, in het ondergrond heeft men natuurlijk, men wil een vertrouwensman hebben en een vertrouwensman, het leger wil ook een vertrouwensman hebben in deze geheime operatie. Bouterse zegt geenszins het onderzoek te willen tegenwerken. Die indruk wordt namelijk gewekt. In de rechtszaak van de decembermoorden, waarbij de 20 jaar celstraf voor Bouterse gisteren opnieuw is bekrachtigd, zei de ex-legerleider dat gezien de agressieve en bijna oorlogszuchtige opstelling van de regering, de gemeenschap nodeloos in een hype wordt gebracht. Nodeloos de gemeenschap in een soort hype, in een soort angst. Natuurlijk houden wij zaken in de gaten en vroeg in de ochtend zagen we de dagorders, we zagen de enorme bewapening. Voor mij waren die brug vrij kunnen overmaken en ik ben, als ik me een beetje beter voelde, wandel ik rustig naar mijn vrouw mond naar toe. Wat voor, daar schuilt een team en daar zit A-team en daar zit weer een ander team en daar zitten militairen en daar zijn bussen met politiemannen. Weet je, een soort hype komt en ik zeg dat het niet goed is en soms zou het misschien zelfs vervelend kunnen aflopen. Desi Bouterse zegt in een andere persconferentie te zullen ingaan op het regeerbeleid van president Santokki.